Inmiddels hebben meer dan 10.000 mensen zich geregistreerd voor de koopkrachtversterking van 1800 SAD van de overheid. Minister Uraiki Tramsalan van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat ook online er vele registraties binnenkomen. De tweede ronde aan uitbetalingen van de koopkrachtversterking zal voorkomende vrijdag geschieden, zei de bewindsman vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. Paramaribo is heel groot. En we hebben intussen vanaf de eerste dag dat wij van start zijn gegaan met de registraties tot heden, hebben we zeker in de buurt van de 10.000 tot 12.000 mensen al kunnen registreren. Het gaat op rap tempo, maar dat betekent ook dat 1. De communicatie duidelijk was, maar 2. Dat de samenleving natuurlijk erop wacht dat zij geholpen kunnen worden met die 1800 SRE koopkrachtversterking. De tweede betaling, voor degenen die nog niet in februari hebben ontvangen, zal richting 10 maart, voor 10 maart al overgemaakt worden. En dat is dan de betaling, koopkrachtversterking althans, voor degenen die al hebben ontvangen binnen de eerste week februari voor januari. Dat zij dan intussen in maart zullen ontvangen voor afgelopen februari. Mensen die zich online hebben geregistreerd komen volgens de minister voor in het systeem van de overheid. Daar zal er een doorlichting plaatsvinden, waarna op basis van de vermelde gegevens het proces zal worden afgewerkt. De kaarten worden ook verstrekt via het systeem vanuit SOSAVO. Het is niet de eerste keer dat wij met de SPSB werken. Monikaarten is geen nieuw systeem, nieuwigheid voor het ministerie zelf en de SPSB. We hebben de structuren al geïnformeerd en we sturen natuurlijk vooruit om ervoor te zorgen dat de mensen in aanmerking komen. Ik moet wel aangeven dat tot heden, als wordt gekeken naar de verschillende zaken dat men indient, dat men het wel goed heeft begrepen. Er was nog een stukje verwarring voor de AOV-ontvangers. We hebben wel gebrainstormd met collega Bisa was erbij om ook te helpen kijken daarnaar. We hebben ook gekeken naar dat gedeelte van de ambtenaren. Dus het is dynamisch, we proberen vooruit te stuwen. Maar ook onderweg op weg richting het volledig registreren van de mensen, dat we ook kijken als er een veel betere model, veel beter systeem is. Dus along the way dat wij ervoor zorgen dat dat stukje vergemakkelijking dan erin komt. Ramsaran zegt dat criteria nu bekeken worden als 60-plussers die de sociale steun nodig hebben, dit ook kunnen ontvangen. Er blijkt een probleem te zijn bij de controle als de personen in kwestie niet al een gedegen pensioen ontvangen naast hun algemene oudedagsvoorziening.